Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Liemt, ik ga praten met André Nijhoff, hij is hoogleraar aan Nijrode Business Universiteit. En we gaan praten over leiderschap. André, welkom. Ja, even iets over je achtergrond. Hè? Je bent hoogleraar, Nijrode, leiderschap, ja. Maar dat doe je niet vanaf je 15e. Nee, dus ik ben nu 13 jaar... Ja, dus het thema ben ik al lang mee bezig. Ja. Inderdaad, nu sinds 13 jaar fulltime in dienst bij Nijrode. En sinds 4 jaar ook als hoogleraar op dit terrein. Ja, en leiderschap, is dat altijd een belangrijk onderwerp geweest? Een focuspuntje? Absoluut, meer dan dat. Ik denk dat het een cruciaal thema is van hoe kun je leiderschap nemen voor de grote maatschappelijke vraagstukken. Dus dat thema is iets... Maar waar is voor jezelf de interesse in leiderschap ontstaan? Of is het toevallig zo gekomen dat ze zeiden, nou, we hebben hier nog een post, ga jij er maar op zitten? Ja. Nee, waar ik benieuwd naar ben is van hoe kunnen we eigenlijk de grote vraagstukken waarvoor staan in de maatschappij, hoe kunnen we dat beter organiseren met elkaar? En als je vanuit die vraag vertrekt, kom je vanzelf bij leiderschap terecht. En in de jaren dat je met leiderschap bezighoudt, heb je de ontwikkelingen gezien? Mm-hmm. Leiderschap nu is anders dan 10, 15 jaar geleden. En nu heb je ook natuurlijk heel veel verschillende vormen. Toen je begon en nu, wat vind je een duidelijk, echt significante verandering in leiderschap in de westerse wereld? Ik merk vooral dat het soort vragen wat we al kunnen bespreken met personen die benieuwd zijn naar leiderschap heel anders zijn. In de zin van dat 10, 20 jaar terug gaf ik soms ook een workshop duurzaam leiderschap. Dan ging het nog veel meer over de vraag van ja, maar waar gaat het dan over en waarom is dat van belang? Nu merk ik dat soort vragen eigenlijk gemeengoed zijn van oké, we moeten hier wat mee. Maar de grote vraag is, hoe dan? Ja, nee, maar het is interessant. Hè? Je zegt het al vanzelf, het is duurzaam leiderschap. Mensen vinden dat een volkomen bij elkaar passende combinatie. Ook het woord duurzaam hoort er gewoon bij. Ja. Ook als mensen niet zijn of nog niet weten wat het is, roepen ze het maar vast voor de zekerheid. Ja. Dat is inderdaad een hele grote verandering. Je zou zeggen, dat is gedaald. Er zijn er wat critici, maar die hebben het nakijken, want duurzaamheid, dat hoort erbij als je leider bent. Dat kan niet anders. Ja. Of je nu een bank leidt, een verzekeringsinstelling, een universiteit, het maakt er niet uit. Of wat voor bedrijf ook. Ja. Maar die krijgen natuurlijk te maken met greenwashing. Hoe kun je het onderscheiden? De echte duurzame leider en de net duurzame leider. Ja. Voor mij zit het geen van hoe je in de wedstrijd zit. Elke organisatie heeft een impact op de maatschappij. Dus ik ben het helemaal met je eens van binnen elke organisatie is duurzaam leiderschap van belang. Maar ben je bereid om daar een standpunt in te nemen en laten zien waarop jij het verschil wilt maken? Dat is wat ik ook verwacht van duurzame leiders. Een window dressing is dat je puur voor de bühne bepaalde punten noemt, omdat dat blijkbaar het goed doet in het huidige tijdsgewicht. Nee, het is aardig in het boek Het Grote Gevecht van Jeroen Smit over Paul Polman komt ditzelfde thema ook naar boven. En daar gaat het ook over hoe kun je iets werkelijk bewerkstelligen? Hoe kun je een echte leider zijn, een echte duurzame leider zijn in deze tijd? En dan gaat het vooral over antwoord hebben op beslissende vragen van je tijd. Vind ik al een mooi zinnetje. Ja, maar dat is wel heel veel gevraagd van een leider. Of vind je voor niet? Vind je dat elke leider dat moet hebben? Ik denk dat elke leider zich die vraag moet stellen. En waarvoor jij leiderschap wilt tonen, dat kan verschillen. Dat een leider voor zichzelf daar de antwoord op moet hebben, is denk ik cruciaal. Waarvoor wil jij gaan staan als persoon? Je hebt zelf een soort whitepaper ontwikkeld. Heb je samen met anderen gedaan, moet je zo maar zeggen, met wie dat is. En wat eruit naar voren moest komen. Het ging uiteindelijk wat eruit kwam, kan ik vast verklappen. Dat is de term echt leiderschap. Die moet je even laten bezinken. Dat kan ik ook bedenken, maar als je hem laat bezinken, ben ik een hele goede term. Ja, wat mooi dat je dat al op die manier noemt. Ja. Ik heb het inderdaad gedaan samen met een collega van Nijrode, Sascha Spoor. En twee collega's van Ebbingen. Dus Anita de Water en Niels van Tent. En wat we gedaan hebben is, eigenlijk zonder vooroordeel, gewoon eens eerst kijken van wat kenmerkt nu duurzame leiders. Dus personen die wij als duurzame leider zien, wat kenmerkt er nu? En inderdaad, dat van daaruit dat woord echt leiderschap naar voren kwam, dat is in mijn optiek heel typerend. Ook omdat we tegenwoordig als het gaat over, vinden we leiderschap echt? Bij window dressing, wat je al even noemde, is vaak het beeld van ja, ze noemen dat wel, maar hoe echt is het nu eigenlijk? Duurzaam leiderschap vereist dat het echt is, authentiek. Dat je er echt voor staat, omdat dat inherent van belang is. Maar het kan toch niet zo zijn dat er opeens heel veel echte, authentieke leiders zijn opgestaan? Die dat 10 jaar geleden niet waren en omdat ze weten, ja wacht, het heet nu echt. Ook dat kun je spelen. Ik probeer hier niet flauw over te doen, maar ik bedoel, dit is dan wil je toch echt heel duidelijk hebben dat dit ook waar is. En ik merkte, het type vraagstukken waar de leiders tegenwoordig voor staan, dat is anders dan 10 of 20 jaar terug. Maar ook 10 en 20 jaar terug hadden we wel echte leiders. In de zin van personen die echt het verschil maken voor thema's die er te doen. En in het onderzoek zijn we wel op zoek gegaan naar de personen die we ook echt als duurzame leider zien. En dat wil inderdaad niet zeggen dat elke leider of elke manager een duurzame leider is.
Nee, maar als je wilt begrijpen wat duurzaam leiderschap inhoudt, dat hebben we in dit onderzoek in kaart proberen te maken. Nou, laten we eerst even straks even naar een paar van die factoren, of een paar elementen die je kunt toepassen op echt leiderschap. Dan krijg je beter in de gaten. Maar je hebt natuurlijk wel altijd voorbeelden nodig. En de voorbeelden die altijd genoemd worden, zijn dezelfde. Paul Polman, Feike Sijbesma. En dan is het heel lang stil. Peter Bakker daarvoor nog een beetje, TNT, maar dat was het dan. Ja, maar dat is misschien ook in de manier hoe het in de media naar voren komt. Ik denk dat je in elke organisatie duurzaam leiders kunt vinden. Maar het hoeft niet per se de CEO van het bedrijf te zijn, zoals Paul en Feike. Ja. Dus als je daar echt leiderschap toont, dan valt het op. Dus ook logisch dat die personen genoemd worden. Ik denk ook terecht, maar ook Ingrid Thijssen van Alliander en anderen zijn ook CEO's die in mijn optiek echt leiderschap tonen. Maar bovendien, als je aftelt in een organisatie, kun je in mijn optiek binnen elke organisatie personen vinden die echt leiderschap tonen. Maar dan misschien als projectleider of als persoon die rond een bepaald thema intern het verschil maakt. Of geen behoefte om naar buiten te treden, of ze zijn nog minder naar buiten getreden, of zijn daar misschien wat minder goed in, worden minder naar voren geschoven. Ja. Maar ze zijn wel degelijk van hetzelfde niveau misschien zelfs, zoals een Polman en een Sijbesma. En al in de manier hoe ze leiderschap tonen, dus de zichtbaarheid is wellicht anders. Omdat ze echt gaan staan voor een thema. Ik vind bijvoorbeeld Lian Poa een heel mooi voorbeeld. Ik denk voor velen niet bekend. Zij staat voor drinkable water. Dus wat zij doet, is ze zegt van, waarom is het eigenlijk niet vanzelfsprekend dat we het water uit de rivier kunnen drinken? Dat was vroeger zo, en inmiddels is dat lang niet meer vanzelfsprekend. Dus dat is haar thema. Zij probeert een toekomst te creëren waarin we wereldwijd weer gewoon water kunnen drinken uit de rivieren. En daarvoor is bijvoorbeeld afgelopen jaar, van het begin van de Maas tot aan het eind, heeft ze een wandeling georganiseerd. En op elke plek organiseert ze dan sessies met de burgemeester, met anderen, om dat thema te bespreken. Ik denk een echte leider, maar iemand die inderdaad niet zo vaak genoemd wordt als Feike en Paul Polman. Nee, hoort dat er misschien toch ook bij een echte leider, dat je zichtbaar bent en dat we meteen weten, oh die naam, en dan weten waar het over gaat. Dat helpt natuurlijk wel, dat is voor een groot publiek, om daar sympathie voor te krijgen, om te weten wat je boodschap is. Ja. Maar vind je dat niet nodig? Nou, maar ook Lian is volledig transparant, dus als we willen kunnen we haar net zo bekend maken als Feike en Paul. In mijn optiek verdienen ze dat ook. De media, de manier. Ook bijvoorbeeld als ik zelf college geef, kan ik bepalen of ik Paul of Feike naar voren schuif. Of Lian, of een van die andere echte leiders. Die maar ja, dat doe je nu ook. Hè? Dan kun je natuurlijk ook tegen bevriende journalisten kun je zeggen, daar moet je eens gaan praten, want die weten. Nee, maar zo werkt het wel als je dat doet. Dan moet je het wel, dat doe je pas op het moment dat je denkt dat ze het ook aan kan. Dat ze goed genoeg is. Dat ze het ook de boodschap ook kan vertellen. Ja. Zou ze dat kunnen? Absoluut. Nou, dan is dit gewoon de volgende natuurlijk, die we overal moeten hebben, dat is duidelijk. Ja. En zo zijn er nog meer, denk ik. Je kunt, je kunt een hele lijst van 30, 40, die kun je, straks na afloop van het interview ga ik al even naast je zitten, geef mij 40 van die namen geven. Sterker nog, we kunnen allemaal het lijstje van de duurzame top 100 en ook de duurzame jonge top 100 op internet opzoeken. En 10 jaar terug stond inderdaad Paul Polman daar op de nummer 1. Of nou, 10 jaar, hij is in 2010 begonnen, hè. Maar hij heeft in elk geval op nummer 1 gestaan. Ja. Samen met allerlei andere bekende namen. Tegenwoordig zie je ook dat, bijvoorbeeld een tijd lang was Maria Minnesma, ze is zelf 3 jaar de nummer 1 geweest. Afgelopen jaar was het volgens mij de leider van de vegetarische slager. Hoe heet hij ook alweer? Korteweg. Ja, precies. Ja. En ook iemand die heel zichtbaar is, maar niet meteen met het rijtje Feike en Paul genoemd wordt. Maar als het gaat over echt leiderschap, denk ik wel degelijk iemand die echt gaat staan voor een thema en daarop een creatieve manier op de verschillende competenties die ook in het onderzoek naar voren kwamen, invulling aan proberen. Ja, nu hebben we het over die zichtbaarheid, hoe belangrijk het is. Toch is dat niet een van de 7 belangrijke punten, de 7 criteria van echt leiderschap, die jij dus met Ebbing en het white paper ontwikkeld hebt. Waarom niet eigenlijk? Want in mijn idee, misschien dat ik beroepsgedeformeerd ben vanuit mijn journalistieke achtergrond, maar ik denk dat dat een hele belangrijke is. Absoluut, en het is ook zeker iets wat die leiders doen. Maar het zit wat meer in woorden zoals impactvol, dus dat je zichtbaar bent over waar jij je de impact wilt creëren. Ook verbindend. En hoe kun je verbinden als het niet duidelijk is en dat je er transparant over bent waar jij voor staat? Dus we hebben een tijdje geworsteld, is dat nou een aparte eigenschap of is dat iets wat terugkomt in een van die andere 7 kwaliteiten? En uiteindelijk hebben we besloten van nee, met deze 7 kwaliteiten dekken we wat deze... En dan komt die laatste vanzelf wel. Weet wel met me eens dat iemand die uiteindelijk CEO is of voor deze belangrijke boodschap staat, het wel moet zijn, het wel ook, laten we zeggen, voor een groter publiek moet kunnen verwoorden. Ja, met het voorbehoud dat het wat mij betreft dus niet alleen gaat om de CEO. Ik denk dat iedereen die impactvol wil zijn binnen een organisatie, kan een echte leider zijn. En binnen de scope waarin jij het verschil kunt maken, kun je gaan staan voor een bepaald thema. Ja, en er zijn dus onbekende mensen, kunnen het allemaal zijn. Iemand die mij te binnen schiet is nog een relatief klein bedrijf, maar straks kennen we het allemaal. Kees Aarts van Protix.
Dat durf ik wel te zeggen. Mag je over 3 jaar zeggen, je hebt die naam genoemd, je hebt gelijk gehad. Ja. Of niet, maar ik denk van wel. Ja. Ik weet het wel zeker. Please. En zo heb je er meer ook. Maar ja. Ik vraag het toch omdat het, kijk, daar denk jij natuurlijk ook over na, dat het soms verbazingwekkend is dat je af en toe met CEO's praat of projectleiders of mensen die voor zo'n groot verhaal staan, die dat in mijn idee dus ook voor op een podium vertellen en ook aan hun mensen moeten kunnen overdragen, dat je toch enig charisma moet hebben. Je kan niet van iedereen verwachten dat je dat in alle mate, in dezelfde mate hebt als bijvoorbeeld een Polman. Ja. Maar dat je wel dat charisma hebt. Dan, als je dat niet hebt, dan ben je eigenlijk niet waard om leider genoemd te worden. Het is in elk geval heel lastig om de leidersrol te vervullen. Want het punt is natuurlijk, door echt te gaan staan voor een thema, dan moet het ook authentiek zijn. Dan moeten mensen je geloven, je willen volgen. Ja. Dat is wat leiders kenmerkt. En inderdaad, als je er moeite mee hebt om dat waar jij voor staat, om dat anderen te overtuigen dat het van belang is. En ook dat jij mede met hen het verschil kunt maken in hoe we dat invulling willen geven. Daar helpt charisma, verbinding, is hoe we het in het onderzoek noemen. Hoort er ook het rolmodel zijn bij? Want je zegt authentiek, echt, dan wil je zeggen, ik vertel iets, ik vind het belangrijk. En ik vind ook, bijvoorbeeld vegetarische, we moeten meer vegetarisch gaan eten. Dan heb je dan een heel mooi theoretisch verhaal bij. Maar thuis wil je vooral een biefstuk eten. Dat kan natuurlijk samengaan. Je kunt ook zeggen, nee, dat past er niet bij, dat is niet authentiek. Precies. Zeg jij dan? Ja, het bijzondere is wel dat juist bij duurzaamheid, als je dan leiderschap voor wilt tonen, dan moet het eigenlijk samengaan. In de zin van als je op de bühne zegt van ik wil een wereld bijvoorbeeld zonder, zonder vlees. En persoonlijk eet je volop vlees. Dan wordt het ongeloofwaardig. Ja. En dat is echt het verschil met bijvoorbeeld Jan Timmer van Philips. Die stond voor ik wil mijn bedrijf efficiënter maken. Of hij nou het geld privé over de bank gooit of niet. Maakt er niet uit. Nee, dat is, die had het makkelijk in die zin. Ook omdat efficiëntie, kwaliteit, dat soort thema's zijn voor de organisatie van belang. Maar niet voor de maatschappij. En zodra je gaat staan voor een gemeenschappelijk belang. En dat speelt altijd bij duurzaamheid. Met elkaar willen we schone lucht, klimaatverandering binnen de perken houden. Willen we een gelijkere samenleving. Dan verwachten we ook dat je dat niet alleen roept omdat het toevallig past. Nee, het moet iets van jou zijn. Waar je toch echt... kun je als journalist een interview, ik merk dat mezelf helaas ook te makkelijk daar natuurlijk misbruik in van maken. Daar staat er Paul Polman. Maar u vindt dus dat we minder moeten vliegen. Maar hoe vaak vliegt u zelf dan? Bijna een flauwe vraag. Want ja, wat moet hij dan? Je moet wel toch behoorlijk de wereld rondreizen. Ja. Of niet? Vind je dat het, je kunt iemand ook te veel rolmodel laten zijn? Nee, want ik vind dat we... Er is een verschil tussen... En vliegen afvangen dus. Ja, maar het punt is, vliegen dat gaat meer over de prestatie van wat je uiteindelijk doet. En dat doet niks af van de intentie van dat Paul Polman, denk ik, echt streeft naar een wereld, in zijn geval, waar we... kunnen blijven genieten van goed voedsel, maar dat het niet meer gepaard gaat met toenemende ecological footprint. Nee, maar ik bedoel een beetje, je kunt vliegen afvangen door, je vindt altijd wel iets, hè, als je begint. Met iemand die met geweldige vragen zegt, oh, dit doe je niet, dat doe je niet. En er is altijd wel iets. Heel mooi. Daar kun je dus beter ook, toch als je authentiek leider bent, kun je dat gewoon zeggen, nou, ik eet af en toe een biefstukje, ja, inderdaad, sorry, ik vind het lekker. Ja, maar niet alleen sorry, ik denk dat er bestaat geen enkele leider, maar ook geen enkele organisatie die volledig duurzaam is, in de zin dat je hem nergens meer kunt bekritiseren. Dus het gaat wat mij betreft meer om een streven. Ben je er stap voor stap mee bezig om die positieve impact te vergroten? Toch let jij er zelf wel meer op. Je hebt ook met studenten te maken, met mediaoptredens te maken. Je denkt er heel veel over na. Je neemt anderen ook de maat. Denk je er zelf meer over na? Over hoe je zelf nu in het leven staat? Ja, alleen ik vind de schaamtecultuur die wat achter het punt zit van zodra je het vliegtuig instapt, dan moet je je tegenwoordig schamen. Ja. Dat is volgens mij niet hoe we het verschil gaan maken. Nee. Ik vind het zelfs wat onterecht dat we daarmee de consument met een schuldgevoel opzadelen, terwijl die consument helemaal niet bij machten is om dat te veranderen. Ik zie het veel meer als een systeemvraagstuk. Ja. Waarom zouden we niet kunnen blijven genieten van mobiliteit, maar zonder dat het gepaard gaat met de CO2 footprint? Maar het systeemvraagstuk, dat is dan vaak toch dat je uiteindelijk mensen gaat belasten. En dat je ze op een andere manier in ieder geval probeert geld af te pakken of probeert te zorgen dat ze minder gaan vliegen bijvoorbeeld. Nee, ik vind dat het primair afhankelijk is van de manier hoe we leiderschap tonen. Dus in die zin, echt leiderschap betekent van, we weten dat het in het huidige systeem nog niet past, maar ik wil hier het verschil gaan maken. Ja. Dat is hoe we dingen in beweging brengen. En dan kan uiteindelijk ook belastingprikkels kunnen helpen, maar die zullen er nooit komen als niet personen opstaan en dat leiderschap gaan tonen. Nee, maar in ieder geval dus niet dat letterlijk dus dat vliegen afvangen van elke keer proberen iets te zoeken en dat je een soort, dat je heilig aan de paus moet zijn. Ja. Rooms aan de paus. Mag je dan toch wel aardig om te weten van jou, dat je hiermee bezig bent, het hele duurzaamheidsthema, leiderschap. Is er iets waarvan je zegt, nou ja, dat zou eigenlijk niet, dat komt door geen enkele graadmeter heen. Ik ben geen graadmeter op dat gebied en ik doe het toch. Ja, er zijn nog volop personen die wel een CEO-rol vervullen, maar geen echte leider zijn. Maar ik bedoel eigenlijk, wat doe jij in het hele schaamteverhaal? Waarvan je denkt, nou, daar schaam ik me nog een beetje voor, maar dat doe ik blijkbaar.
Ja, ik weet dat ik nog volop dingen doe wat niet duurzaam is. Ik adem en ik stoot ermee CO2 uit. Ja, wel, ja dat maar... vind ik ook al behoorlijk kwalijk. Hè? Precies, maar dat is precies mijn punt. Nee, dat is... Zodra je die vliegen gaat afvangen, dan duw je het eigenlijk terug. Ik ben helemaal niet eens. Maar ik wil toch één dingetje van je weten. Kun je iets noemen of van je zegt, nou, dat doe ik inderdaad, maar ja, dat zou absoluut misschien beter moeten. Ik ben bijvoorbeeld visiting professor in Costa Rica, bij een universiteit die is opgericht door de Verenigde Naties. Dus ik weet dat ik daar studenten ontmoet die ik bij Nairobi nooit zal ontmoeten. Uit Myanmar en Rwanda en allerlei landen die juist daar leren vanuit de Verenigde Natie optiek, de Sustainable Development Goals. Hoe kan ik me daar ontwikkelen als jonge volwassene? Dus door daar te zijn, weet ik, kan ik impact creëren. Maar ik moet wel bekennen, ik ga niet als Greta met de boot daar naartoe, ik neem een vliegtuig. Maar daar schaam ik me dus niet over. Nee, want ik richt me erop van waar kan ik impact hebben als hoogleraar? Zeker. En dan denk ik, dan moet ik dat juist wel doen. Interessant is ook dat we af en toe met de vinger wijzen naar China. Hè? Want jullie mogen dat en dat en dat niet. Terwijl daar de middenklasse opkomt en groter wordt. En dus ook aan de biefstuk wil. Ja. Maar dat mag niet. Want wij zitten al in de volgende fase. Ja. En over het algemeen is, zodra iedereen naar de ander wijst, dan zit het systeem op slot. En leiderschap is nodig om het systeem weer open te breken. Ja, en leiderschap is nodig. En dan moet je wel aan verschillende criteria kunnen voldoen. En liefst zoveel mogelijk criteria hebben. Weten wat je ermee bedoelt. Ik zal ze even noemen. Zelfbewust. Nou, laten we er een paar uitpikken. Ja. Zelfbewust en verantwoordelijk. Mooi. Maar zelfbewust, dat wordt daarbij bedoeld. Letterlijk wat je eronder verstaat. Van, ja. Dat je zonder aarzelen kan praten. Ja, dat het authentiek is. Dat het bij je past. Dat, dat je ook weet wat je wel en wat je niet doet. Dus in die zin zelfbewust. Ja, hoe bedoel je? Dat je weet wat je wel en wat je niet doet? Ik denk een echte leider die maakt heel duidelijke keuzes wat je wel wilt oppakken. Paul Polman was bezig met het ontkoppelen van de groei van de ecological footprint. Dus de negatieve gevolgen voor het milieu. Dat er qua obesitas ook nog wel een dingetje is met voedsel dat speelt. En waar het kan zullen ze het vast willen meenemen. Maar ze beseften ook dat is nog niet de uitdaging die we nu kunnen en moeten oppakken. Ja. Dus het feit dat je bewust keuzes maakt van dit past nu bij waar ik leiderschap voor kan tonen. Dat vind ik juist een kenmerk voor echte leiders. En onechte leiders die proberen met alle winden mee te waaien. Oké, als op dit podium dit past, dan roep ik dit. En bij een ander podium roep ik wat anders. Dat is die zie je vaak in de politiek. En daar geldt dan wel bij dat je natuurlijk in de politiek ook voortdurend afgerekend wordt op heel korte termijn. Want de achterban denkt er anders over. Kijk eens even, blijkt dat dit onderzoek laat ik me maar weer aanpassen. Ja. Kan de politiek zich ook aanpassen? Zijn het duurzame politieke leiders? Of is dat bijna een contradictio in terminus? Kan dat gewoon niet? Ja, dat in de zin van de politiek en ook de politici die we nu hebben, zegt iets over hoe de politiek tegenwoordig in elkaar steekt. Lange termijn is er niet meer bij. Precies. En dat hebben we natuurlijk wel gehad. Tenminste, in mijn optiek, als we kijken naar de politieke leiders van 10, 20 jaar terug, die gingen echt staan voor de langere termijn. Ja. Voor een visie op waar we met Nederland in de wereld naartoe willen. Koersvast, hè? Koersvast, precies. Maar nu is het kick in the can down the road. Ja, en wat betekent dat morgen voor mij in de portemonnee? Dus daarmee wordt het ook veel lastiger voor politici om dat leiderschap te tonen. Daarom zeggen mensen als Polman ook, het moet uiteindelijk van het bedrijfsleven komen. Want wij niet alleen vanwege onze globale kijk. En die kun je ook globaliseren en lokaliseren zelfs naast elkaar zetten. Maar in dit geval, we hebben niet te maken met korte termijnen. We kunnen over de grenzen heen kijken. En dat kun je als politicus veel minder makkelijk. Ja. Kijk maar hoe moeilijk het is om binnen de EU al samen te werken. En ik zie het wel als en-en vraagstuk. Van politici hebben nog steeds een rol te vervullen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ook in het bedrijfsleven zie je echt dat politiek bedreven wordt in de zin van de vraag oppakken van waar willen we als samenleving naartoe. Er zijn ook bedrijven mee bezig en NGO's. Ja. Dus in die zin dat je inderdaad juist ook met elkaar kijkt hoe je dat goed kunt oppakken. Maar er zijn nog veel scholen, komt in het boek over Polman ook in naar boven. Ook iemand die notabene bij Unilever werd, ook in de top, en daar afscheid nam net voordat Polman kwam. Maar die zei, ja, maar mensen geloven het nooit van het bedrijfsleven. Hm. Die zei het zelf, hè? Ja. Mensen geloven het van het bedrijfsleven als wij het goede willen doen. Dan worden wij per definitie gewantrouwd. Ja. Polman vond dat oude school. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Ik denk dat het een helemaal terechte opmerking is van echt dat vliegen afvangen waar we het eerder over hadden. Als dat, zodra iemand inderdaad echt gaat staan voor een bepaald thema en volgens wordt gezegd van ja, maar dit en dit doe je nog niet. Ja, dan is het het einde van de oefening. Ja. Dus ik ben het helemaal mee eens van, dat is eigenlijk de oude school. Echt leiderschap tonen kan in mijn optiek deels nog binnen de politiek, deels ook in het bedrijfsleven en deels ook bij NGO's. Ja. Dus kijk hoe je daar de ruimte kunt creëren om dat te doen. En daarbij de universiteit en de kennisinstellingen. Absoluut. De hele club heeft elkaar natuurlijk nodig. Het is geen wedstrijdje, maar toch denk je uiteindelijk dat er veel meer wel van de bedrijfsleven kan komen dan van de politiek? Of is uiteindelijk de politiek met de mogelijkheid tot het maken en veranderen van wetten nog belangrijker? De rol van de overheid? Ten eerste zien we ook hoe de politici worstelen met de huidige maatschappelijke vraagstukken. En dat is niet voor niks.
Dus dat neem ik niet zozeer de politici kwalijk. Dat is veel meer de manier hoe de maatschappij tegenwoordig in elkaar zit. Dus weten wat politici wel en niet kunnen doen is in mijn optiek cruciaal. En qua wetgeving, wat je net al noemde, uiteindelijk is in dit soort transitievraagstukken wetgeving van belang. Maar er is een heleboel voorwerp nodig om uiteindelijk als politiek te kunnen zeggen van hier gaan wij voor staan. Nou ja, er is heel veel voorwerp nodig. Voordenkend zie ik hier als een van de criteria. Bedoel je dat ermee? Absoluut. Dus ook weten wat wanneer past, is in mijn optiek cruciaal. In de zin maar van dat is dus niet per definitie voor de troepen uitlopen. Allereerst gewoon qua denken, qua intentie van waar wil jij het verschil maken, dat is echt ver voor de troepen uitlopen. Ja. We noemen dat ook backcasting. 10, 20, 30 jaar vooruitdenken en volgens mij gaan we een toekomst krijgen waarin dit het nieuwe normaal wordt. En uiteindelijk ook qua wetgeving als nieuwe normaal bevestigd kan worden. Dat is een cruciale dit, hè? Want als je dit kan, dan moet je toch in ieder geval meer kunnen dan gemiddeld. En dat ook weten en voor de troepen kunnen, maar ook durven uitlopen. En weten dat je dus ook op het verkeerde moment iets kunt doen, dat kan bijna niet. Dat is lastig in leiderschap. Ja, we zoeken naar houvast in transities. En dat merk ik zelf ook als hoogleraar op dit terrein. Hoezeer we zoeken naar het feit dat de energietransitie, de voedseltransitie, circulaire economie, qua richting dat we daar naartoe moeten met elkaar, dat wordt wel steeds meer opgepakt. Maar de volgende vraag is dan van ja, wat kan ik nou doen als CEO van een klein of middelgroot bedrijf? Of zelfs als groot bedrijf? Ja, natuurlijk, maar van een heel groot bedrijf gaat het dan, als je daar leider bent, gaat het echt op het momentum. Hè? Beter gezegd, gewoon het momentum. En dat moet je wel weten, want jij weet het al. Je hebt er lang over nagedacht, je weet waar je bent. Maar om dan de massa in beweging te krijgen, of zelfs je hele bedrijf mee in beweging te krijgen, dat is bijna de kunst. En sterker nog, dat is nog niet genoeg, want als bedrijf ga je dit nooit oplossen. Dus afgelopen zomer heb ik een boek geschreven met Lucas Simons. Dat heet Changing the Game. Dus als je de spelregels van het spel wilt veranderen. Een van de voormalige Young Global Leaders, hè, Lucas Klopt, Simons. Ja, mooi. Utrecht werkzaam. Ja. Precies. Ja. En wat we ook in het boek betogen is van voordat je het hebt over systemische verandering, is goed om eerst de spelregels van het huidige systeem te begrijpen. Ja. Dat voorkomt dat we alleen maar symptoombestrijding doen. Laat u eerst begrijpen waarom politici zo worstelen met dit soort vraagstukken. Maar hetzelfde ook voor anderen. En dat heeft met de versplintering te maken van de maatschappij. Versplintering, maar primair ook de spelregels die we met elkaar organiseren. Ja. Inclusief hoe we zaken doen met elkaar. En als je dat één keer weet, kun je vervolgens nagaan van hoe kunnen we stap voor stap die spelregels gaan veranderen. Ja. Met uiteindelijk ook wetgeving. Maar in ons boek bepleiten we ook dat er eigenlijk vier fases zijn. En de vierde fase is wetgeving. Maar er gaan nog drie fases aan vooraf die cruciaal zijn om echt de politiek de moed te kunnen geven om inderdaad uiteindelijk ook die knop door te hakken. En die fases zijn? De fase 0 is eigenlijk dat we wel weten dat het thema er is, maar niemand doet er wat mee. Ja. Dus als je bij een thema teruggaat. Dat is bijna de intuïtie. Ja, maar dat is vooral ook dat we het eigenlijk nog niet oppakken. Dus dan hebben we nog geen leiderschap op zo'n thema. Fase 1 begint dan altijd vaak door een crisis, dat we merken, ontkennen, negeren is geen optie meer. We moeten wat gaan doen. Maar dat is de fase van de pilots en de projecten. Dus we zijn aan het leren of het ook anders kan. Cruciaal ook om uiteindelijk tot wetgeving te kunnen komen. Maar projects never fail and never scale. Want ze zijn... Bolman zei, ja, dus je moet niet de crisis afwachten, je moet de crisis voor zijn. Dat is heel moeilijk, veel moeilijker, want dan krijg je mensen niet mee. Het gaat toch goed, waar heb je het over? Toch moet je dat doen. Ja. En dat... Dus niet problemen oplossen, maar problemen voorkomen. Heel mooi. En, ja. dat is wel ook echt leiderschap in de zin van dat je richting de toekomst kijkt. En eigenlijk wat je verwacht dat er op ons afkomt, daar nu al leiderschap voor toont. Dus in die zin, het is een crisis of een opportunity. En helaas, vaak hebben we een crisis nodig, maar ik ben het helemaal met je eens. Als echte leider kun je ook vanuit de kans zeggen, ja, we zijn toch onszelf te dom af als we hier niet mee aan de slag gaan. Ja. Maar eerste fase van projecten, daarna in projecten aan de zijkant van een bedrijf. De tweede fase is echt in de kern van het bedrijf gaan concurreren op duurzaamheid. Ook dat zien we in allerlei sectoren terug, met keurmerken, met standaarden. Dat is wel bedrijven tegenover elkaar. Want ja, als je concurrenten doet, dan zeg je, wij kunnen het ook, maar wij kunnen het beter. Ja. Dus dat helpt om uit te filteren wat wel en niet werkt. Kapitalisme werkt in die zin nog heel goed door de concurrentiekracht een belangrijke rol te geven. Werkt het ook nog goed in de wereld van een markt zonder moraal? Of heb je ook kapitalisme met een moraal nodig? Ik denk, ethiek is iets wat we als mensen in ons hebben. Gelukkig als je kijkt naar Sustainable Development Goals, is niet het vraagstuk van, vinden armoede iets lovenswaardig? Nee, als het zou kunnen, zijn we het eigenlijk wel over eens dat het mooi zou zijn als armoede er niet meer is in die extreme vorm. En zelfs met gelijkheid en zelfs met klimaat. Dus volgens mij is ethiek niet zozeer het probleem,
De vraag is, hoe organiseren we dat die waarden die we als mensen van belang vinden, dat dat ook onderdeel wordt van de economie? Altijd de burger tegenover de consument. De burger vindt dat bijna altijd wel, natuurlijk. Het moet allemaal beter voor het nageslacht, vinden we heel belangrijk. En de consument die wil gewoon goedkoper en veilig. Dus daarom moeten we het ook niet aan de consument overlaten. En als het daarvoor moet komen, dan wordt het veel te ingewikkeld. Ja. Hoe kun je als consument het verschil maken tussen een duurzame tandpasta en een niet duurzame tandpasta? En vervolgens koop je hagelslag en nee, dat wordt veel te ingewikkeld. Maar tegelijkertijd, in die fase 2 concurreren bedrijven wel op duurzaamheid, maar dan veel meer op keurmerken en standaarden. Ja, maar je kunt ook natuurlijk het kapitalistische spelletje spelen, wat in Nederland ook heel lang gespeeld wordt en nog steeds wordt gespeeld natuurlijk. En wat lijkt een beetje failliet lijkt te gaan, namelijk de beste producten die houden niet voor ons. Nee, die gaan we lekker verkopen. Hè? De Fransen houden de beste producten, allemaal van genieten. Ja. Nee, we gaan het verkopen en dan gaan we ze goedkoop terugkopen. Nee, verkopen, goed terugkopen. En kijken hoe lang we met dat uitpersen door kunnen gaan. Nou, dat lijkt wel een beetje eindig, dat spelletje. Of kun je daar gewoon mee doorgaan, eindeloos, als je wilt? Ja, dat vind ik dus het interessante als hoogleraar op dit terrein. Ja. Je hebt echte leiders, dus degene die echt bezig zijn met een duurzame toekomst creëren. En tegelijkertijd heb je ook nog volop leiders. Ja. Kijk, ja, zolang het kan, willen we nog even door met het huidige spel. Ja, dat is, Want dat is de basis voor de huidige winsten die we hebben. Dus dat die dynamiek volop gaande is, dat zie je in elke sector. Hoe je daar als leider ook positie in kiest. Dat is heel interessant. Hè? Want dat maakt, je kunt, er zijn meer wegen die naar Rome leiden, vind je dat? Of kun je daar duidelijk een echt leider van een niet-echt leider onderscheiden? Ik vind vooral dat we dit systemisch moeten bekijken. In de zin van dat competitie op duurzaamheid is een tijd lang nodig. Maar dat alleen gaat in mijn optiek nooit de oplossing brengen. Ja. Uiteindelijk moet het wetgeving worden. Moet het nieuwe normaal worden dat iedereen dit oppakt. Maar daarom zit er altijd nog die fase 3 tussen van het pre-competitieve overleg. Uiteindelijk gaat het met duurzaam overleg? Ja, precies. Het ging zo goed, hè? Ja, precies. Maar in fase 2 sta je nog als concurrenten tegenover elkaar. Ja. En een tijd lang heel gezond. Ja. Maar op een gegeven moment krijg je ook de dynamiek in een sector van waarom zouden we concurreren op duurzaamheid? Ja. In de zin op armoede of ongelijkheid of op klimaat. Het zijn toch collectieve belangen waar we eigenlijk met z'n allen achter staan. Daar komt de moraal vanzelf. Dat komt de moraal overeen met de markt in dit geval. Ja. Maar wel toch afgedwongen door de overheid. Nee, want dat... Nou, die wetten. Ja, maar dat is fase 4 pas. Dat is waar. In mijn optiek gaat dit eraan vooraf. Ja, en dan moeten we eerst projecten doen om überhaupt eens te kijken hoe het kan. Dan moeten we concurreren om te kijken van ja, is dit ook... of werkt dit in de huidige maatschappij? Vervolgens moeten we met elkaar leren samenwerken. Bedrijven, NGO's en deels overheden. En vervolgens is de vraag van... Die lobby voor en de lobby tegen. Wint de lobby voor die zegt politiek, kijk nou eens. We hebben al zoveel geïnvesteerd, we hebben erop geconcurreerd. En wij, inclusief kennisinstellingen, zijn het erover eens dat dit het nieuwe normaal moet worden. Ja. Maak het een nieuwe wetgeving. Ja. En het is gelukt bij de single-use plastics en bij de LED-verlichting. Dus er zijn voorbeelden waar dit hele proces tot en met fase 4 in deze manier van denken en deze manier van in deze fase denken is natuurlijk ook, je kunt het bijna gaan... Je kunt koersvast zijn en zorgen dat je heel lang op deze manier denkt, zonder dat je bent in te delen in links of rechts. Je kunt hier alles bij elkaar. Dat maakt het gewoon zo interessant ook. Hè? Ja. Je zit niet ook ideologisch helemaal vastgebakken gewoon in je eigen gelijk. Precies, want die polarisatie die helpt absoluut niet. Verantwoordelijk, dat klinkt dan weer bijna christelijk. Ja, en dat... Ik zeg het negatief, belangrijk, maar meer van dat is bijna ouderwets dus eigenlijk. Nee, ik vind dat het ook heel modern is. In de zin dat juist in de huidige tijd van agility en resilience en veerkracht, vergeten we hoe belangrijk het is om echt ergens voor te gaan staan. Dus vaak merken we ook bij duurzaamheid van dat de verwachting is van nou, doe maar iets, dan doe je in elk geval wat. Ja. Dat is niet waar echt leiderschap in mijn optiek over gaat. Het gaat erover van waar wil jij voor staan? En echt een verschil gaan maken. En nee, dus inderdaad niet alleen maar het woord veerkracht gaan noemen, dat had je ook kunnen noemen als term. Maar dit is een belangrijke dan veerkracht. Hè? Absoluut. Ja. Dus in die zin hebben we bewust koers vastgekozen. Ja. In de zin van, dit is het thema waar wij het verschil willen gaan maken. Ja. En uiteraard wat we dan vandaag kunnen doen en wat we beter morgen of overmorgen kunnen doen, daar kunnen we het wel over hebben. Maar de richting staat vast. Dat is onze verantwoordelijkheid. Laten we zeggen, Herman Wijfels, de eerste die mij te binnen schiet. Ja. Van lang geleden al, maar nog steeds Absoluut. Op deze manier werkzaam. Ja. En hij staat ook helemaal voor eigenlijk een verandering van het systeem. In de zin, we hebben nu belasting op arbeid. En hij wil naar belasting van grondstoffen. Ja. En dat is waar hij het leiderschap voor toont. Ja. Ja. En dan heb je vernieuwend. Je zou bijna zeggen, ja, dat is logisch. Maar zo logisch is het ook al niet. Want veel mensen denken juist, je hoeft helemaal niet vernieuwend te zijn. Nee. Want vernieuwen om het vernieuwen, dat bedoel je niet. Nee, vernieuwend om inderdaad iets beters te creëren. Ja. Waarom is dat zo'n belangrijke eigenschap voor een CEO? Iemand die hier 8 jaar zit, moet natuurlijk niet op de winkel passen. Dat weten we allemaal. Maar jij wil een stapje verder gaan met vernieuwend. Ja.
Ook omdat we, en vandaar ook dat ik zeg, van het gaat er niet alleen om dat je als organisatie verandert. Prima gaat het over outside-in denken. Ja. Dus we merken dat er in de maatschappij grote vraagstukken zijn. Waar willen wij het verschil gaan maken? Verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. En als je dat wilt invullen, dan moet je vernieuwen in die richting. Ja, en met vernieuwen, dan moet je het leiderschap tonen door anderen ook mee te nemen. Je kunt ook iets bedacht hebben, dat zie je wel vaak in de boardroom. Met z'n drieën weten we dit al, het bedrijf weet het nog niet. Dan moet je ook, communicatie wordt er dan ook bij. Maar dat is ondergeschikt misschien wel, maar misschien wel nog wel belangrijker. Precies, je moet het wel weten te vertellen. Absoluut, intern en extern. Maar ook de doorvertaling naar het eigenlijk de manier hoe je elkaar afrekent intern. Cruciaal om het daar ook in te verankeren. Dus het moet eigenlijk onderdeel worden van de manier hoe je zaken doet. En dat je koers vast natuurlijk erbij staan, impactvol, begrijpelijk, dat kan niet anders. Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want we hadden het net al, je noemde net al die mevrouw, ik ben haar naam nu vergeten, wat heel slecht is, maar die krijg ik nog van je straks. Lian Koa. Ja, precies. Zij, ja, het is niet de makkelijkste naam. Het is niet André Nijhoff, weet je, die ligt wel makkelijk. Maar dat betekent wel dat zo iemand dus ook iets heel groots doet. En die kan hoe kan zij impactvol zijn? Wat moet ze dan doen? Of is ze dat al? Ik vind dat ze heel impactvol is. In de zin dat ze een thema genomen heeft waar bijna niemand leiderschap voor toont. En daardoor is het nog wat minder zichtbaar, maar valt ze wel des te meer op. Ja, nee, dat is waar. Want dan heb je ook dat lef gehad natuurlijk om dat te gaan doen en zo. Dan gaan mensen denken, het bestaat niet. En door haar weet je dat het bestaat en dat het belangrijk wordt. En dan moet je wel de boodschap dus vervolgens verspreiden. Absoluut. Verspreiden onder de massa of hoeft dat niet? Ja, dus denk ik in elk geval voor waar je de bondgenoten vindt. En soms moet je daarmee meteen richten op de massa. Soms is het ook voldoende dat je personen om je heen hebt met wie je kunt gaan innoveren. Invloedrijke personen die gewoon een systeem kunnen veranderen zonder dat de burger, maar de consument het weet of er last van heeft zelfs. Soms klinkt het bijna arrogant. Stel, er zitten nu mensen te kijken, zeggen, ik ben ook consument, wat zegt die hoogleraar allemaal? En die interviewde het gewoon met hem mee. Zij weten het beter dan de consument in de Europa-kwestie. Daar kon je de mensen moeilijk als burger zien, misschien ook als consument. Ja. Ja, die is toen voorbijgestreefd en is gaan afkeren uiteindelijk tegen mensen die riepen dat ze wisten dat Europa heel belangrijk voor ze was. Ja. Daar heb je geen zin in. Als je gaat zeggen, duurzaamheid is heel belangrijk voor je. We zijn voor jou het systeem aan het veranderen. Dat kan ook niet natuurlijk. Nee, maar het punt is, het zou verkeerd zijn als dit iets is wat de consumenten niet willen. En mijn overtuiging is dat heel veel consumenten helemaal geen kinderarbeid willen en ook geen klimaatverandering, ook niet die andere thema's. Hoe kan ik nou als consument het verschil maken? En die keurmerken vertrouwen. Weten dat er ook allerlei andere belangen achter zitten. Ja. Dus dat is voor mij de reden. Faciliteer dat in zekere zin voor de consument. En maak hem. En verder denk je ook, ik heb wel anders aan mijn hoofd de hele dag. Dus faciliteer dat. Absoluut. En dat is wat anders dan arrogant zeggen dat het zo hoort. Ja. Zo hadden ze over Europa natuurlijk ook kunnen denken. Het was een hele andere discussie geworden. Ja, dus een hele andere uitslag in 2005 ook waarschijnlijk. Maar dat is een ander verhaal. Ja. En dan het laatste, dit is misschien de moeilijkste, kan ik aan mij liggen, omdat ik daarmee een moeilijk woord zit, namelijk verbindend. Dat klinkt zo zalvend en lief en vriendelijk en een beetje kleffig altijd. We weten allemaal wat ermee bedoeld wordt, is heel belangrijk, maar is daar geen beter woord voor te vinden? En als andere taal helpt, ben ik voorstander. Maar we hebben heel bewust verbindend gekozen, ook omdat ik zelf op Nijrode merk dat heel veel leiders van bedrijven denken, oké, hoe gaan wij dit oplossen? En wij is dan puur hoe wij als organisatie dit gaan doen. En de organisatie kan een gemeente zijn, het kan een bedrijf zijn, het kan een NGO zijn. Terwijl we weten, als je leiderschap toont voor duurzaamheid, dan kun je het niet alleen oplossen. Je hebt anderen nodig. Dus dat je van het begin af aan moet beseffen dat je dit in verbinding met je bondgenoten moet oppakken, dat is waarom we dat woord gekozen hebben. In zekere zin pas je dat zelf ook toe in je eigen hoogleraarschap door dat verhaal net eerlijk te vertellen. Ja, tuurlijk, ik vlieg veel, ik schaam ook helemaal niet voor, dat moet ook voor mijn werk. Costa Rica, belangrijk, kom je met hele andere mensen in aanraking. Uit Miramar, noem maar op, Zuid-Midden-Amerika, iedereen komt daar naartoe. Die studenten, wat leren zij jou? Wat voor andere inzichten bieden ze jou? Ja. Ten eerste ook wel dat het belangrijk is om rekening te houden met hoe het lokaal werkt. Dus het is heel makkelijk om vanuit Nederland een soort ideaalbeeld te schetsen en te verwachten dat het ook werkt in Myanmar of Rwanda. Maar het zijn landen met een hele andere achtergrond, een andere cultuur, maar niet zozeer met een andere ethiek. Dus ik merk niet dat het verschil is van dat men daar kinderarbeid wil of voor ongelijkheid is. Nee, maar als je dat wilt organiseren, moet je rekening houden met de lokale context. Dat is wat ik leer in die gesprekken met de studenten. Dus die ethiek is wel interessant. Ja, die ethiek is bijna gewoon, die wordt bijna globaal gedeeld wel. Daar denken mensen niet heel veel anders over. Mensenrechten, Verenigde Naties, daar kun je bijna van zeggen, nou, dat is in zekere zin wordt dat door heel veel culturen gedeeld. Ja, in afval door heel veel mensen wordt het breed gedeeld. Maar de verschillen zijn er wel degelijk. En wat vind je echt een groot verschil tussen de manier van denken van de studenten daar en de manier van denken van de studenten die jij in Nederland ontmoet? Ja, deels ook wel misschien gekoppeld aan het punt van echt leiderschap tonen. Ik merk met name met studenten uit Aziatische regio's
dat toch vaak ook primair denken is van ik ben ondergeschikt aan het grotere geheel. En op zich helpt dat om te denken vanuit duurzaamheid en nou, ook een bijdrage te willen leveren aan de grote vraagstukken. Maar om er zelf op te staan en te zeggen, maar hier sta ik als individu voor, dan merk ik hoe lastig ze dat vinden om dat te doen. Ja, omdat ze zich ondergeschikt maken aan het geheel. Dat is wat de Russische intellectueel, en zeker na een paar wodkaatjes, ook altijd roept natuurlijk, de Russische ziel, en wij zijn heel anders. En wij vinden gewoon, wij denken niet een individueel, wij willen niet het geluk van het individu nastreven. Precies. Dat is wel een heel groot verschil, hoor. Dat is een hele moeilijke. Moeten we dat er in Nederland uitrammen, of moeten we daar juist... Ik heb deels wel ook na mijn bezoek aan China, was ik juist toen ik terugging, had ik eigenlijk meer waardering ook voor hoe het lokaal gaat. Ja. Ik merkte vanuit mijn westerse opvattingen dat ik heel snel gebrek aan meningsuiting veroordeelde. Ik merkte dat het daar ook wel gepaard gaat met een om te doen wat goed is voor het geheel. Hoeveel makkelijker daar wordt opgepakt dan hier in de westerse cultuur. Ja. Dus maar de liberalisering volgens onze premier is doorgeslagen in de dikke ik. Dat woord had hij opeens ook in te pakken, de dikke ik. Maar mijn leerpunt was dus, laten we niet meteen gaan veroordelen. Want ik denk, er zit waarde in de cultuur van China en in de waarde van de cultuur die wij hebben. Maar moeten we het ook niet te veel relativeren? Want ik bedoel, het is wel heerlijk dat wij hebben gevochten natuurlijk voor vrijheid, gelijkheid, broederschap. Wat de Fransen altijd roepen. In ieder geval gevochten hebben voor vrijheid van meningsuiting. Ja. Dat we kunnen zeggen wat we willen. Ja. Dus begrijpen waarom het gaat zoals het gaat, vind ik altijd een heel belangrijk startpunt. In plaats van veroordelen. Dus ik ben voor begrip en vandaar dat kunnen we kijken van hoe kunnen we in China vooruit, wat kunnen we in Nederland doen. Nee, zeker. Maar ja, je hebt natuurlijk ook de dingen als zaken als cultureel relativisme, waardoor je alles zo kunt relativeren dat je er maakt er niet zo gek vooruit. De ene, dat kan ook, je kunt zo instaan. De ene cultuur is voor de andere wisselbaar. Ik zie waar je waardering voor krijgt, dat begrijp ik echt heel goed. Toch, als je moet kiezen, zou je dan niet zeggen van nou, uiteindelijk voel ik me toch wel prettiger bij het mondige individu, hoe moeilijk het ook is. Ja, dat is dus ook wel met die studenten uit Myanmar en Rwanda doe. Is dat ik ze wel meeneem in waarom in mijn optiek het echt gaan staan als individu voor een bepaald thema cruciaal is om dit soort veranderingen teweeg te brengen. Dus in die zin zij daar ook open voor? Het is lastig, het gaat stap voor stap. Dus daar zit wel iets van, eigenlijk ook qua leren, waar ze denk ik misschien wel een veel grotere slag kunnen maken dan sommige westerse studenten die ook daar zijn. En voor wie dit gedeelte al veel vanzelfsprekender is. Als het gaat over het outside-indenken, dat merk ik qua veel van die studenten juist voorlopen op ons. Ja. Omdat je juist ook thema's oppakt die belangrijk zijn in het geheel, in de maatschappij. Ja, dat hebben we bijna soms afgeleerd in de Nederlandse context. Ja. Met studies aan Nijenrode, waarin je toch vooral ook leert in de economie van het gaat om eigen belang en supply en demand. Ja, nee, dat is een belangrijk inzicht. Hier tot slot van dit gesprek. Ik dank je hartelijk, André Nijhoff. Dank je wel. Graag gedaan.